Goedemorgen vandaag. Nou, mijn ochtend die begin ik het liefst heel erg relaxed. Ik sta vrij laat, denk ik, op. Tussen 8 en half 9 kom ik uit bed. En dan even lekker rustig aan. En rond een uur of 10 dan gaat er een beetje een ontbijtje in. En dan ben ik klaar om de dag te beginnen. In het weekend kom ik nog later mijn bed uit. We houden wel van uitslapen. En dan maak ik het liefst havermoutpannenkoekjes met lekker fruit. En ik vind dit dus ook heel chill om er dan bovenop te doen. En allemaal leuke toppings. Oeh, een ontbijtgeheim. Nou, wat ik heel erg lekker vind, is om een schepje havermout op mijn smoothie te doen 's ochtends. Dat smaakt een beetje creamy, een beetje cookie-achtig vind ik. Doet me ook altijd een beetje denken aan het papje dat mama vroeger voor mij maakte. En daarbij vult het ook nog eens een stuk beter. Een ontbijtje, alsjeblieft. Lekker die bramen. Ja. Toch? Ja, zeker. Oeh, mijn lievelingsontbijtje. Nou, ik vind zo'n breakfast bowl echt super lekker. Dat is echt wel een van mijn favorites. Nou, ik varieer inderdaad wel. Ik varieer een beetje tussen smoothie bowls, breakfast bowls en soms lekker pannenkoekjes gaan er ook wel in. Nou, ik probeer eigenlijk in mijn ontbijtjes zo min mogelijk toegevoegde suikers te stoppen. En dat een beetje suikervrij blijft en dan kan ik de rest van de dag af en toe een beetje cheaten. Plant-based cappuccino. Smoothie. Oeh, focaccia. En dan ook lekker met rucola, tomaatjes, olijfjes, ja. Yoga. Oeh, ik ben meer een haverbarista en soja vind ik ook heel erg lekker. Nou, 's ochtends dan sta ik op en dan drink ik altijd zwarte koffie om echt even lekker wakker te worden. En dan meestal een beetje rond de middag, dan vind ik het heel lekker om een cappuccino met lekker veel schuim te zetten. Een omeletje en dan met groene aspergepunten, lekkere vinaigrette en misschien nog wat tuinkers. Extravert. Uitgebreid ontbijt. Leuk dat jullie er waren, jongens. Goedemorgen vandaag.